Mark, hoe zou je deze avond het beste omschrijven? Ben jij al bij? Nee, jij wel dan. Nee, dit was echt... dit is waarom toernooien zo mooi zijn. Spektakel. Hartslag naar 180. We hebben knockouts gezien. We hebben discutabele momenten gezien. En uiteindelijk hebben we een kampioen gezien die gewoon de moeilijkste weg misschien wel moest bewandelen. Maar foutloos was. Gewoon foutloos. Echt waar. Ja. Onvoorstelbaar. Doningen vocht, denk ik. Ja, beter kon bijna niet. Nee, dit was een perfecte uiting van en tactiek. Kijk, hij heeft natuurlijk alle gear. Hij heeft een mega lichaam. Hij is sterk, hij is snel. Hij is best wel jong ook nog. Ja. En dan heeft hij de tactiek van Said, waar hij dus heel goed naar luistert. Ja, en dan zie je gewoon dat hij die eerste wedstrijd heel slim vecht. Low kicks tegen een bokser. Nou, vervolgens heeft hij gezien dat Tariq last van zijn benen heeft. Pap, pakt hij dat been aan. En in de finale zie je gewoon hoe die staat. Hij is niet bang voor Marcel Boye. Of voor Rajabzadeh. En hij blijft compact staan. En je zag ook dat Rajabzadeh niet goed wist wat hij ermee moest. Weet je wel. Hij zag geen openingen. Dat is kwaliteit van Donaghy. En dan maakt hij hem gewoon af. En hij slaat hem gewoon door die hele ring. En ja, het was fantastisch. Ja. Ja. Dit is het mooie is aan zo'n toernooi. Is dat je vooraf zegt van dit is geweldig. En dan kan het eigenlijk alleen maar tegenvallen. Maar volgens mij is het nog boven onze verwachting gegaan. Ja, nou ik moet eerlijk zeggen. Ik vind toernooien... Wat er ook gebeurt, dat is gewoon de formule. En dat is uiteindelijk het allermooiste, want er worden nieuwe helden geboren. Donaghy Abena was aan het begin, ik denk dat heel veel mensen dachten... Sterren van de toekomst doen het, hè? Hij is pas 25 jaar. Ja, precies. En heel veel mensen dachten, ja, het zal wel. Ja. Bahram gaat het worden. En je ziet het, Bahram komt in die finale. Donaghy komt daar ook aan. Hij is nu gewoon de nieuwe ster. Het is echt bizar. Ja, ja. Is dit eigenlijk een soort van voorbode ook op een rematch tussen Tariq Gebebes en Donaghy Abena? Want eigenlijk heeft hij de rematch nu al gepakt. Maar wat dacht je van gewoon een titelgevecht tussen Gebebes en Abena? En, co-main event Maslobayev tegen Rajabzadeh. Want die kunnen we ook wel een rematch gebruiken met die lip die gescheurd was. Ja, heb jij daar iets meer informatie over wat er daar nou precies gebeurt? Ja, zeker. Ja, hij krijgt een kopstoot, maar niet intentional, dus per ongeluk krijgt hij op zijn lip. Nou ja, die lip scheurt en hij heeft van de dokter te horen gekregen, oké, je kan door. Maar hij heeft zelf gezegd, ja, ik wil niet door, ik kan mijn tong door mijn lip heen steken. Ja. En hij heeft dus eigenlijk zelf aangegeven, ik wil niet door. Ja, dan is het TKO. En dan is hij TKO en dat is vervelend. Hè? Ik bedoel, het gaat per ongeluk, het gaat niet expres. Ja. Maar hij maakt uiteindelijk de beslissing dat hij niet verder wil. Ja. Nou, ik denk dat dit echt een geslaagde avond is geweest voor Glory. En eigenlijk kijk ik stiekem heel erg uit naar weer een grampje met de middleweight. Nou, wat dacht je van de welterweights? Daar kijk ik naar uit. Is dat de eerste dan? Ik heb geen idee wat er nu gaat komen. Ik weet alleen dat Glory... Maakt eigenlijk ook niet uit. Dat Plasibat gaat vechten in Kroatië. Dat we 20 juli hier in Rotterdam weer zijn. Met Patch tegen Kento. Met Bestati tegen Semelir. Er komen gewoon heel veel mooie evenementen aan. En het toffe is dat we nu eindelijk lekker vooruit gaan plannen. Ja. En nogmaals, toernooien, dat is de key. Ja. Al met al een mooie avond. Wat zou je net tot slot geven? Een cijfer? Een 11. Een 11? Mark, dankjewel. Ik heb van je genoten weer vandaag. Ja, man, samen met Melvin. Ja, waren ze wel een beetje netjes tegen elkaar? Het gaat wel allemaal uit het hart, hè, bij ons. Dat altijd. Ik ga helemaal stuk.